Kijkers, de 31-jarige mevrouw Christina Persoot ligt in het ziekenhuis zonder ziektedekking van een zorgverzekeraar. De basokaart is vervallen, wat maakt dat de man zelf moet opdraaien voor de kosten die in de duizenden SRD's lopen. De lichtkosten, medische kosten en kosten voor een MRI-scan moeten nu wel betaald worden, terwijl de mevrouw daar ernstig ziek ligt. Nier- en leverfalen zijn de symptomen die verder behandeld moeten worden na de diagnose met de MRI-scan. De man stapt naar 1 voor 12 nadat hij een brief schreef aan sociale zaken, maar geen reactie op kreeg. 1 voor 12 zoekt samen met deze man naar hulp. De mens staat centraal als het gaat om gezondheid. Ik vraag en smeek u, helpt u deze man? Zijn vrouw ligt nu in het academisch ziekenhuis en het gaat niet goed met haar. We smeken u, helpt u. We hebben hier bij ons meneer René. U hebt een probleem met uw echtgenote die ligt in het ziekenhuis. Maar het gaat een beetje moeizaam wat de behandeling betreft. Wat is precies het probleem? Ze ligt nu in het ziekenhuis, is heel erg ziek. Ze heeft een behandeling nodig. Vraag. Wat scheelt haar? Ze heeft nier- en leverproblemen. Dus het moet snel gehandeld worden voordat het te laat wordt. Dus de arts laat vragen of het zo snel mogelijk geregeld kan worden, zodat ze behandeld kan worden. De arts vraagt als wat geregeld moet worden. Wat moet geregeld worden? Dokterskaart. Dus ze heeft geen dokterskaart? Nee. Ik heb alle aanvragen gedaan bij de minister. Hoe bent u zo nalatig geweest dan? U weet dat die vrouw ziek is en u hebt geen dokterskaart. Eigenlijk kan de mens niet zonder dokterskaart leven. Ja, dat doe ik. Zonder verzekering leven. Maar met de situatie van het land toch? Alles is zo achteruit gegaan plots. Ja, de aanvraag, dat is toch, dat moet u zelf doen, toch? Ja, dat wel. Maar ik heb een aanvraag, dingen. Ik heb een brief gericht aan de minister. Of hij me zo snel mogelijk kan helpen. Wanneer heb je dat gedaan? Donderdag, vorige week. Nadat de vrouw is opgenomen? Jawel. Wat was het probleem? Waarom kon ze niet geholpen worden? Omdat ze geen kaart heeft? Nee, ze heeft geen kaart. Want ze moet een dringend MRI-scan doen. Om te kijken wat binnen zit. Dus ik vraag. MRI-scan die kan niet gaan omdat u geen kaart hebt, u hebt geen dekking. Want die MRI-scan is wel duur, 9.500. Dus daarom heb ik een brief laten richten aan het ministerie. Een spoedbrief om het sneller te regelen. Zodat mijn vrouw beter kan worden. Want ze zit te lijden nu. Ze kan nu niet meer lopen. Ze zit dof nu. Ze heeft me net geappt. Ze zegt dat ze niet meer kan. Kortom, uw vrouw is ziek. Eigenlijk ernstig ziek. Ze heeft nierfalen en ook last van haar lever. Jawel. En die hulp gaat een beetje moeizaam omdat ze geen basokaart heeft. Ja, ja. En u hebt een aanvraag ingediend, een brief gestuurd naar de minister. Jawel. Wanneer hebt u dat gestuurd? Vorige week donderdag. We zitten een week verder en u hebt nog geen antwoord? Nee, ik ben zo net geweest naar sociale zaken daar aan de Wolfenstraat. Ze zijn aan het protesteren. Daarna ben ik hier gekomen bij 1 voor 12. Heb ik ze weer gebeld, hebben ze me gezegd. Is bij de spoedeisende hulp. Ik moet weer wachten. Maar als ik zo door lang moet wachten, dan gaat ze dood. Ze gaat er niet meer zijn. Want ze kan niet meer met die pijn in haar buik. Want de lichaam is ook geel geworden en zo. De voet zwelt op. Minister, ik vraag u om ons te helpen. Want ik zit nu in nood. Ik ben radeloos, ik weet niet wat ik moet doen. Als u mijn vrouw zo snel mogelijk kan helpen met haar basokaart. Natuurlijk hebt u tot nu toe wat kosten bij het ziekenhuis. Wat moet tot nu toe betaald worden? Ja, ik heb net die dingen genomen bij de opname. Die kosten zijn 615 SRD, 470 SRD en voor de MRI-scan 9.500. Dat moet snel gedaan worden, want
ze wachten op antwoord wat binnen zit. Na die MRI-scan dan kan de dokter eigenlijk verder bepalen wat hij verder gaat doen, hoe hij haar verder gaat behandelen. Jawel. En hier een 150 SRI. Ja, dat zijn die kosten. Voor de dagen dat ze dus nu liggen, weten dat de lichttarieven zijn opgeschroefd. Hoeveel moet ze daarvoor betalen tot nu toe? Voor die dagen die ze gaan liggen, 26.000 SRI voor 13 dagen. 26.000 SRI en de kleine kosten en nog die 9.500. 2000 SRI per dag. Dat is veel, man. Jawel. Hoe oud is je vrouw? 31 jaar. Pas 31 jaar? Jawel. Want straks wordt ze ook jarig op 29 augustus. Meneer Vismal, we hebben naar het verhaal van meneer Reeder geluisterd. Een beetje een triest verhaal. Zijn vrouw ligt in het ziekenhuis, kan niet geholpen worden. Onder andere moet ze een MRI-scan maken. De gezondheid gaat ziender ogen achteruit. Er zit vermogen dreigt ze te verliezen. Ze wordt geel, want de lever en de nieren. Ze heeft lever- en nierfalen. Hoe gaan we dit aanpakken? Dit lijkt me een beetje een problematisch geval. Ik heb ook al naar geluisterd, triest. Ik heb gebeld met het ministerie van Sociaal. We hopen dat ze hierop inspelen. En ik wil van hieruit gelijk een beroep doen aan mevrouw Redan, directeur Academisch Ziekenhuis. Ik wil u bij deze vragen smeken om de kosten te kwijt te schelden dat de operatie alles goed gedaan kan worden. En met betrekking tot de lichtkosten, als u de tussenkomst van 1 voor 12 ons kunt helpen dat deze mevrouw snel behandeld kan worden. Want het moet niet zo zijn dat als je geen geld hebt, dat je niet geholpen wordt. En als ik zo naar deze man luister, dan proef ik dat het geval is. Wat wij gaan doen, is van onze vaste donateur, dat is mevrouw Gwendoline Rosburg, ga ik het geldbedrag aan hem overhandigen, alvast om te kijken wat er allemaal gedaan kan worden. En wat er nog ontbreekt, willen we de gemeenschap vragen om ons daarmee te helpen. We zitten ook met hoge kosten om een schoolproject te organiseren, waar ik niet veel kan betekenen, want we hebben zelfs nog niet eens een kwart van wat ons schoolproject betreft. Dus, maar toch zeg ik dat de mens staat centraal als het gaat om gezondheid. Dus we willen en moeten helpen. We vragen en doen een dringend beroep op u als u ons kunt helpen. We kijken beide kanten wat kwijtgescholden kan worden. Dan hebben we geluk. En wat niet, dan moeten we geld zoeken om de kosten te betalen. Anokang, laten we straks niet horen dat het had eerder gekund. We hadden het kunnen voorkomen met Begunu. Please, laten we deze man zijn vrouw helpen. Weet je, het mag niet zo zijn dat we, laat me geen dingen zeggen die niet goed zijn. Ik vraag en smeek u, helpt u deze man. Zijn vrouw ligt nu in het academisch ziekenhuis en het gaat niet goed met haar. We smeken u, helpt u. Namens mevrouw Gwendoline Rosburg laat ik een aan de voer. Ik zet alvast een 2000 SRD. Ik ga ook iets van mijn kant zetten, maar medici, helpt u ons met de situatie dat zich nu afspeelt. De kosten zijn hoog. Wat zijn de lichtkosten wat je nu moet betalen? Die lichtkosten kost nu 26.000 voor 13 dagen. 26.000, hij heeft geen kaart. Voor de... En scan kosten... 50 SRI. Scan kosten zijn hoeveel? Wat MRI? Voor die bloedtest en zo, 615 SRI. MRI steek hier staan, u ziet er zijn MRI hier en de kosten zijn verschrikkelijk hoog, 9.500 SRD. Ik zou zeggen laten we de kosten betalen dan te wachten op het op ministeries en met allerlei bureaucratische handelingen. Ik vraag de minister van Sociaal om hier snel in te spelen. Ik vraag directeur Sociaal om ons te helpen. Please, help ons.